Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tsukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag heb ik een extra video voor jullie, een extra kerstvideo. Want ik zit zo vol met inspiratie dat ik het allemaal met jullie wil delen. Vandaag een lang houdbaar bloemstuk die ook nog eens super leuk is qua prijs. Dus mocht je hem zelf willen bestellen, hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Je vindt daaronder een kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op en zou ik zeggen laten we gauw gaan beginnen. Aan de slag met mooie sterren. Daarvoor gebruik ik twee mooie frames. Deze. Die kan je neerzetten. En deze. Die is ook echt heel erg tof. En die gaan we samen aan elkaar bevestigen. En de buitenzijde wikkelen we helemaal om met een beetje hetzelfde kleur draad. Dus dat gaan we als eerste doen. Ik haal jullie even iets dichterbij. Dan kun je precies zien wat ik doe. Voor het gemak bevestig ik eerst eventjes het frame aan elkaar vast. Doe ik gewoon even met een los ijzerdraadje. Doe ik aan beide kanten. Zo. Van de binnenkant aan de buitenkant en dat doen we door heel veel wikkelingen te maken tussen die frames in. Trek dit niet te strak, want je wil hem aan alle kanten een beetje gelijk hebben. De eerste keer kan je hem best even wat losser doen en dan straks kan je hem, als hij allemaal op zijn plek zit aan alle kanten, dan kan je wat meer wikkelingen maken. Je moet zorgen dat hij even goed stevig blijft staan. Als je dat frame goed hebt, dan kan je beginnen met de rest wikkelen. Zo hebben we een hele mooie basis gemaakt. Ik vind hem zo echt geweldig. Je kan er leuke lampjes in doen, maar we gaan hem ook leuk decoreren met allemaal andere mooie materialen. Waaronder mooi kerstgroen. Daarvoor gebruik ik korte stukjes en die ga ik eventjes knippen. Dan is het tijd om de ster te gaan decoreren. Ik heb stukjes kerstgroen die ik kort heb geknipt. Ik heb ook een leuke plantje. Die kan je droog gebruiken. Die droogt in. En ik heb wat mooie andere materialen. En die lijm ik er gewoon op.
En kijk hoe prachtig dit al wordt. Dan voeg ik ook nog een beetje gewoon mos toe. En dan gaan we hem decoreren. En ik wil natuurlijk wat lampjes toevoegen, want dat maakt het toch altijd echt heel gezellig. Dat doe ik met een LED-snoertje. En ik bevestig hem een beetje aan de achterkant erachter. Dan zie je hem niet zitten, maar dan is hij wel mooi weggewerkt. En dan gaan we verder decoreren. Ik gebruik onder andere mooie natuurlijke sterretjes. Schelpjes zou ik zeggen, maar dat is al een heel ander seizoen. En je kan zelf kiezen of je hem gemengd opmaakt. Of dat je zegt van ik doe een groepje. Dat kan natuurlijk ook. Je kan hem helemaal zelf decoreren zoals je zelf leuk vindt. Voeg ik nog een klein beetje houtslinger toe. Dat doe ik ook in kleine delen. Die kan je er ook gewoon een beetje tussen steken. En dan met een drupje lijm weer vastzetten. Ja, en je kan hem helemaal zelf decoreren zoals je zelf wil, maar ik vind hem prachtig zo. Op het eind kijk je dan even of je nog ergens wat tussen moet doen, of je nog ergens wat mos wil toevoegen, wat kersgroen. Wat dan ook, waar je nog kleine gaatjes hebt bijvoorbeeld. Nou, dat kan je doen met het materiaal wat je over hebt, kan je ook met nog wat kersgroen doen eventueel. En dan hebben we echt een prachtig mooi bloemstuk. Lang houdbaar, je kan hem binnen zetten, je kan hem buiten zetten, dus wat je ook wil. Je kan hem helemaal neerzetten waar je hem zelf leuk vindt. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik ga nog even de lamp uitdoen. Dan kunnen jullie zien hoe sfeervol die in de avond is. Nou, ik vind het helemaal gezellig. Hij is mooi neutraal opgemaakt. Zo kan je zelf nog kiezen of je er bijvoorbeeld kleur aan wil toevoegen. Dat is natuurlijk helemaal, kan je het helemaal persoonlijk maken zoals je zelf leuk vindt. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder een kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, tot de volgende!